Tricorp, Jirawat, Thijs Fotografie, Overtime Sports Bar, Staps Loodgieten en Verwarming, Checkwa Media, Nieuwuniek Bioproducts en Dart Corner Tilburg, sponsor van i13 Nieuwsflits. Bart Vergorp, jij staat als goalie, je bent alleen altijd, hè? De rest heeft altijd een teammaat. Hoe zie jij nu deze wedstrijd? Moeilijk. Als ze komen, komen ze hard. Dus je moet blijven met je eigen blijven praten, in vorm blijven, goed stretchen, wakker blijven en dan hopen op goede schoten die je kunt krijgen. En tot nu toe gaat dat goed. Gaat zeker goed. En hoe stuur je nou je verdedigers aan in zo'n wedstrijd? Blijven praten. Defense die wil gewoon iets horen, maakt niet uit wat, als ze maar iets horen. En mijn positie is eigenlijk, ik kan alles zien, dus kan ik ze daarmee helpen. Dus eigenlijk is jouw stem belangrijker dan de vanghand? Allebei heel belangrijk, hè. Ben Hullings, normaal in het leven therapeut in het Leurshaven, s'avonds therapeut bij Destelt, bij het toekomstteam. Hoe bleef je nu op de bank? Ik moet zeggen dat mijn bloeddruk best hoog is en dat mijn hartslag hoog is, omdat ik ben altijd een emotionele toeschouwer. Maar ik geniet van de jongens en ik vind dat ze het gewoon ontzettend goed doen. En het is een goed collectief. Ik zie het toch een beetje allemaal als mijn kindjes. Dus ja, dan zitten de emoties erbij, hè? Ja, een van je kindjes speelt ook hier, hè? Ja, dat klopt. Die speelt hier al een hele tijd. Maar onderdeel van het team. Op het moment dat ik in de bank sta, dan ben ik toch een beetje papa van alle jongens. Donnie,
twee fantastische periodes. 0-0, 0-0 en dan 3 doelpunten in 30 seconden. Ja, je moet 60 minuten spelen, niet 40. We hebben wel best goed gespeeld voor 40 minuten. En ja, van de laatste wedstrijd tegen Heerenveen was ook, het was ook een stukje beter van onze kant. Maar ja, we moeten ook leren. Naar grondslag even nog iets anders. Het is 17 december. Wat is er allemaal? De Dan en Don Bingo. En waar? Stapergoor. En wordt het iets, denk je? Het wordt wel iets, hoor. Hey, be there.